In opdracht van Staatsbosbeheer zijn er afgelopen week delen van het aloo nabij de Koog afgeplacht. Staatsbosbeheer heeft deze stukken af laten plaggen om de natuurwaarde van het aloo verder te vergroten. Het plaggen is een vervolg op de eerste herinrichting die al in 1998 werd uitgevoerd. Toen is de afvoer van het regenwater verbeterd. Wanneer het regenwater op het perceel zou blijven staan, kan het kalkrijke grondwater uit de duinen niet in de wortelzone van de planten komen. En dat heeft effect voor de zeldzamere plantensoorten. Dat deze ingrepen van toen effect hebben gehad, is wel te zien aan de grote velden gevlekte orchis, die in juni massaal in bloei staan hier in het aloo. Door de stukken waar de natuur niet van deze veranderingen konden profiteren, nu af te plaggen, kan ook hier het kalkrijke kwelwater uit de duinen in de wortelzone komen. En na verwachting zal ook in deze geplagde delen de gevlekte orchis rijkelijk terugkeren. Staatsbosbeheer laat hier op het aloo nog weer een klein beetje natuurherstel doen. De naam aloo komt vermoedelijk van hallig oog, half eiland. En vroeger, toen Texel nog uit meerdere eilanden bestond, een tijdje nadat de grote zeespiegelstijging die voor het ontstaan van het eiland gezorgd heeft, was hier rond Koog een eiland en daar zat een inham van uit zee in. En vermoedelijk is het aloo, de duinplas die hier lag, een restant van die oude inham. Toen Texel weer een groot eiland werd en die duinerij weer aan elkaar geknoopt werd met stuifdijken, was er een kwel erachter die later bedijkt is. En door successie zijn hier aan de binnenduinrand grote uitgestrekte natte heidevelden ontstaan die gebruikt werden als mintgrond, gemeenschappelijke weidegrond, in dit geval voor de mensen die in de Koog woonden. Zo rond 1880 werd er hard werk gemaakt onder leiding van de provincie van het ontginnen van duinverleien tot weiland, om het zogenaamde onland productief te maken. En hier is ook zo'n sloot gegraven, daardoor bleek van het duinmeertje wat hier was, wat eigenlijk het hele perceel besloeg, weinig meer over. En er omheen kon weiland worden gemaakt. Op een gegeven moment is die verpachting door de boeren gestopt. Is Staatsbosbeheer het als natuurgebied gaan beheren. Door te verschralen is het een hooiland geworden met een hele hoop orchideeën erin. Door nu een aantal stukken die daar niet van hebben kunnen profiteren te plaggen, hopen we dat er ook weer wat struikheid, dopheid en guigelheil gaat groeien. Zodat er weer iets van die waarde van die oude duin verleien uit de mintgronden weer terugkomt.